Nou, waar we natuurlijk erg trots op ben, is op onze oorsprong. 1843, sinds die tijd bestaan we. En we mochten dit jaar het 125-jarig jubileum vieren. En dat is fantastisch uitgepakt. Heel veel leden-events en een prachtig event in het Boerenbondsmuseum in Gemert. Ja, 2021 was er natuurlijk corona, maar het was ook het jaar van de verbinding. Het jaar van de verbinding met leden. We hebben heel veel ledencontact gehad. 17.000 keer. Verbinding doe je natuurlijk op een aantal fronten. Dat we beter in geslaagd zijn onze boodschap over te brengen. We zijn er nog niet natuurlijk, maar, en die opdracht die ligt er nog steeds. Maar die verbinding maken we zeer zeker. De verbinding met onze leden. We hebben veel meer bijeenkomsten georganiseerd. We zijn veel meer op de plekken geweest met onze bestuurders, met onze medewerkers. Zijn we beter in staat geweest om onze leden op te zoeken en ook online. En de verbinding met onze organisatie, onze medewerkers, de bestuurders. Nou, voor mij was wel een hoogtepunt dat we een plan voor in de oplossing van stikstof, duurzaam evenwicht, hebben neergelegd. Ja, er waren veel hoogtepuntjes. En nou ja, bijvoorbeeld in Zeeland is het zoetwaterplan is echt wel omarmd door provincie en waterschap de Scheldestromen. Het grondwater, brede waterplan voor Brabant. Is door de verschillende waterschappen en het hele veld omheen ook omarmd. Nou, en als ik dan aan water denk, dan denk ik ook aan dat we verrast werden in juli. Wateroverlast, dat was natuurlijk een dieptepunt. Maar hoe snel wij dan toch iedereen het belang lieten inzien dat het niet alleen in Limburg was, maar ook in Oost-Brabant en Gelderland. Veel kritiek is er op de agrarische sector. Maar tegelijkertijd hebben we er veel momenten om weten te buigen. En hebben we heel veel positieve aandacht gekregen, ook voor onze sector. En ik heb het gevoel dat we er meer in evenwicht gebracht hebben. Vers voedsel, fijn groen om ons heen. En dat hebben we met die eetbare bushalte, maar zo hebben we er meerdere gedaan, daar toch even de spotlights op gezet. Want gezondheid is gewoon, nou, dat zien we wel met corona, superbelangrijk. Waar je natuurlijk van blijft balen is dat in de verordening nog steeds voor de veehouderij 1 januari 2024 staat. Onmogelijke opgave. En als dat vastgehouden blijft worden, dan gaan er heel veel bedrijven, agrarische bedrijven, verdwijnen. Dus boeren zijn van oudsher en vanwege dat ze in die natuur werken, steeds aan het kijken hoe kan ik innoveren? Hoe kan ik inspelen op die veranderende omstandigheden in de maatschappij? De rol van de vrouw in de boerenbedrijven is altijd van oudsher al heel erg belangrijk geweest. Hè? Vergis je niet dat boerinnen ook ondernemers zijn en medebeslissers zijn in de boerenbedrijven. Wij zijn er voor alle agrarische ondernemers en het is aan ondernemers om de weg te kiezen van hoe zij willen ondernemen. En het is aan ZLTO, LTO om zoveel mogelijk toekomstperspectief voor al die verschillende ondernemers te behouden en te creëren. Ik wens al onze leden een fantastisch 2022 en een hele mooie warme kerst met familie, vrienden. Lekker eten hoort er natuurlijk ook bij, maar vooral dat gevoel van samen. Samen doen we toe, samen zijn we ervoor. En dat is zo aan het einde van het jaar heerlijk om daarnaar uit te zien naar 2022. Veel gezondheid, veel geluk aan jullie allemaal.